Een hele goede middag, dames en heren. Allemaal welkom. Bedankt ook voor uw geduld. Sommigen waren hier al zo rond 2:30. Nou ja, dat geeft ook aan dat er interesse in is in datgene wat er staat te gebeuren. Ja, we bevinden ons in een select gezelschap. En dat selecte dat bestaat uit het feit dat u geselecteerd bent. Heel simpel. Oftewel, we wilden er geen hele grote kermis van maken. Het is ook geen herdenking. Het is datgene wat zo meteen wordt gedaan, onthullen van plaketten. En dat heeft alles te maken met het feit dat hier op deze plek Max eigenlijk is geboren, herboren. De hond die achterbleef, daar hebben we het zo meteen nog even over. Maar vandaar dat we hier zijn. En het is geen herdenking, die vindt plaats op 4 mei, de algemene herdenking. En op 27 oktober jaarlijks bij het huis, de slagerij van de familie Levy. Nogmaals, welkom alle gasten, de media, burgemeester Voort van Oosten van de gemeente Nissewaard en voorzitter van het comité Maak Max Mogelijk. De heer Jeroen Posma, wethouder cultuur gemeente Nissewaard, die bescheiden daar in het midden staat, maar we zien hem natuurlijk overal bovenuit steken. De heer Jacques Grishaven en zijn echtgenote Loes, die zie ik hier rechts van mij, hartelijk welkom. Voorzitter van het Nederlands Outreach Comité en initiatiefnemer van het Holocaust Namenmonument te Amsterdam en lid van het comité Maak Max Mogelijk. En een speciaal welkom aan de heer Leo Levy, achterneef van Salomon Levy en zijn familie. Hij is van na de oorlog en had het graag willen blijven dat het zo zou zijn. En first of all, of second of all, third of all, it doesn't matter, madam Iwona Lopacinska from Poland, Heritage Commission, Brussel. I see her over there. De straks te onthullen bronzen reliefplaketten is een opdracht van de stichting Max XL, vervaardigd door beeldhouwer Tineke Nussink. En Tineke die staat hier helemaal geweldig. Dit keer zonder hond en zonder stok en zonder zonnebril. Dus u heeft nu gezien, de vorige keer bij de onthulling van Max, dacht iedereen dat jij de zus van Jules de Korte was, maar dat was dus niet zo. Goed. Ja, Maassluis, 1951, dat mogen we er ook nog wel eventjes zeggen. En jij hebt datgene wat achter ons zit, wat we nog niet helemaal gaan verraden wat het is, heb jij vervaardigd in opdracht van de stichting Max XL. Maar veel eerder, vorig jaar op 27 oktober, de prachtige bronzen hond op een grote betonnen sokkel, Voorstraat 14, Anton. Die vind ik zo mooi. Ja, die is mooi, hè, mevrouw. Die is schitterend mooi. En het mooiste van alles is dat Max volledig omarmd is door de Nissewaardse bevolking. Kinderen klimmen erop en dat is ook precies de bedoeling. Die gaan erop zitten. Je ziet al dat het kopje helemaal... Ik vind het zo knap van haar. Ja, dat is knap. Nou, zullen we gelijk applaudisseren dan voor Tineke Nussink. Ja, je ziet al dat het kopje brons al aan het verkleuren is. De kinderen gaan erop zitten en vragen aan hun moeder of vader of opa of oma, waarom ligt die hond hier? En dan wordt het verhaal vanzelf verteld. En dan hoeft de heer Henk de Haan, die naast mij zit, die eigenlijk de grote aanstichter is van alles wat er heeft plaatsgevonden. Hij kan wel heel goed delegeren, moet ik zeggen. Want hij zit op zijn troon en ik mag het doen. Maar als hij er niet was geweest, dan hadden we hier niet gestaan. Zo simpel is het. Henk de Haan, die mede verantwoordelijk is voor het beeld, nou, voor de plaketten. En daar ook nog een keer van geapplaudiseerd worden. Voor de mensen die daar niet van op de hoogte zijn, 28 oktober 1942 zijn de 5 gezinsleden uit hun huis gehaald. Slagerswinkel aan de Voorstraat. Ik wil er niet te veel over zeggen, want ik heb geen speeches of wat dan ook gehoord van de heer Gisterhaven of van de heer Van Oosten. En ik wil natuurlijk niet het gras wegmaaien van deze mensen eventueel. Maar ook belangrijk is dat we hier staan bij Murray's en Moore in een straatje waar misschien Max zelf wel heeft rondgelopen, de herdershond. Ja, natuurlijk. Want dit was een slopje en dat kwam direct uit op de haven. En daar was heel veel bedrijvigheid. Spijkenisse had Rotterdam kunnen worden als de haven wat groter was geweest. En nu is hij helemaal gedempt daar zo. Maar goed, het is nog steeds een gezellig dorp, toch? Ja, ja, u bent burgemeester van Nissewaard. Hartstikke leuk dorp. Van 2 steden en diverse borden. Ja.
Goed, ik maak het wat dat betreft niet te lang, want we hebben een aantal sprekers. Maar ik wil wel, ze zit binnen, maar ze mag het horen. Melanie Murray-Bolt, die ervoor heeft gezorgd dat hier het atelier bij Moor, dat is ook de reden waarom we hier staan, dat we dit mochten gebruiken. Bijna een jaar lang heeft Tineke hier, heeft ze gecreëerd. En vandaar dat er dus een combinatie is gemaakt tussen Max aan de Voorstraat 14 Anton en hier Spuistraat 2 Anton, geloof ik. Ja, 2. Want dit is de kraamkamer als het ware van Max. En het mooie is, hier komt binnenkort ook een QR-code en een klein bordje met de, zeg maar, datgene waar het over gaat. En dan krijgen we zo langzamerhand een kleine beeldenroute. Beeldenroute, want er staan prachtige mooie andere beelden in Spijkenissen. Goed, mag ik dan een geweldig applaus voor onze gastvrouw Melanie Bol. Ja. Nou Melanie, dit is applaus voor jou. Je wilt er nooit bij komen. Kom je er wel bij of niet? Kom ik. Nee, dat zit er niet in, denk ik. Wel? Ja, als Henk Kortman iets levert, dan gebeurt dat. Mag ik nogmaals applaus voor jou. Ja. We hebben net gezegd dat dankzij jou dat hier Max in deze kraamkamer naar uiteindelijk is herborgen. En nu niet alleen maar in onze gedachten, maar ook bijna lijfelijk hier rondloopt. Jij ziet hem s'nachts hier wel eens voorbij lopen. Hij houdt me in de gaten. Hij houdt je in de gaten. Maar jij moet ook wel in de gaten gaan. Nee hoor, graag gedaan. Helemaal mooi. Goed, bedankt voor je mooie hulp en dan gaat ze weer weg. Ja, dames en heren, Max is uiteraard niet het symbool, dat wil ik benadrukken, van de Holocaust. Maar wel de zichtbare en tastbare herinnering aan een verschrikkelijke periode. Op het eiland Voorne-Putten werden 45 Joodse inwoners gedeporteerd en in vernietigingskampen vermoord. En wie had kunnen bedenken dat 3 weken geleden de Joodse, maar ook christelijke in Israël en de Gaza, woonachtige islamitische en internationale samenleving opnieuw getroffen zou worden door een golf van terreur en ten gevolge van antisemitisme en terreur. Nee, dat is weer altijd oorlog. Jazeker, er is altijd oorlog. En ieder van u heeft er zo, en dat laat u al horen, zijn eigen of haar eigen gedachten bij en gevoelens bij. Ik wens iedere betrokkenen, zowel de burgers van Israël als de Gaza, sterkte, maar vooral vrede en veiligheid. Voor de strijders van Hamas heb ik hierom een sterke uitzondering. Voor hen heb ik geen wensen en voor hun gedrag geen woorden. Dames en heren, hier is de burgemeester. Die zal ongetwijfeld een groot aantal woorden erbij toevoegen. We zijn heel blij, meneer de burgemeester, dat u net als Jacques gisteravond hier nu aanwezig bent. Vorige keer kon u er niet bij zijn, maar u maakt het in één keer, maakt u het weer helemaal goed. Dank u wel. Applaus alvast voor de burgemeester. Ja, dankjewel. Dankjewel voor jouw korte introductie, Boyden. Vorig jaar kon ik er inderdaad niet bij zijn, maar dat lag aan mijzelf. Maar het was ook wel slecht gepland hoor. Want Tineke Nussing, onze kunstenares, die heeft inderdaad een jaar lang gewerkt aan de hond Max. En ik weet dat ik met collega's, ook vanuit het college en de gemeenteraad, hier binnen ook ben gaan kijken om de voortgang ervan te volgen. En precies op de dag van de onthulling was werkelijk iedereen, tenminste hadden we precies vakantie en was ik een paar dagen ook weg. En gelukkig deze keer is het goed gepland zodanig dat we het allemaal goed kunnen agenderen. Want het zou zonde zijn geweest om het nog een keer te doen. Tenminste, dankjewel Tineke voor al je inspanningen. En Joop heeft net al het een en ander verteld over de motivatie wat jou brengt om dit te hebben gedaan. En ik weet, daarbij word je begeleid door een heel sterk team die alles ook goed op de foto zet, zodat we dat ook kunnen doorvertellen op latere momenten. Meneer Levy, ik wil u toch even benoemen. We hebben elkaar net ontmoet. En ik ben daar toch heel erg, ik vond dat een heel bijzonder moment, moet ik zeggen. Ik heb ook een boekje van u gekregen. Dat ligt hier. Terug naar Rotterdam. Ik heb het nog niet gelezen, want ik heb het echt werkelijk net een kwartiertje geleden overhandigd gekregen. Maar ik vind het heel bijzonder om u te ontmoeten, omdat u bent een van de nazaten van de familie Levy. Joop van der Hoor had het er net over. 5 inwoners van toenmalig de gemeente Spijkenisse. Een van de 45 Joodse inwoners van het eiland Voorne-Putten, die op een vreselijke wijze vermoord zijn. Dat hoef ik u allemaal niet te vertellen.
Maar ik ben heel, heel gelukkig met het feit dat u de gelegenheid heeft gevonden om hier bij ons te zijn. Omdat we elk jaar proberen, nou ja, uw familie. En voor ons is dat natuurlijk ook een symbool om daarmee duidelijk te maken dat er iets afschuwelijks heeft plaatsgevonden. Wat je in herinnering moet houden. Om dat op die manier ook levend te houden bij ook weer jonge mensen. En dan kom ik terug bij Tineke, want die hond, nou u heeft het ongetwijfeld meegekregen, die hond, dat was de hond van de familie Leven. En die hond die bleef, zoals de heer Den Haan altijd vertelt, wanneer we dat gedenken, jankend achter. En wat die hond op een hele, nou ja, voor kinderen begrijpelijke wijze illustreert, is zeg maar het leven wat daarachter schuil gaat. En dat gaat natuurlijk niet zozeer over die hond, als wel de familie van de hond, die het einde vond. Meneer Grishaven, waar bent u gebleven? Ja, daar staat u. Dank dat ik u mocht ontmoeten vandaag en dat u hier met uw vrouw bent. U gaat binnenkort een paar dagen ook weg. Dus fijn dat we het zo konden organiseren dat u hier bij aanwezig kon zijn. Ook u heeft het vorig jaar moeten missen helaas. Maar gelukkig maken we dat op deze manier goed. En ik hoop dat ik dan verder niemand anders vergeet te benoemen die hier een rol bij heeft gespeeld. Want dat heeft hij ook van de hoort of weer voor elkaar gekregen. Die werd elke keer weer wel te verzinnen om zeg maar het verhaal door te blijven. Dus nadat we de hond hadden, zei je ook, ja, nu hebben we weer iets nieuws. Nu hebben we een plaquette om weer te bedenken, om te gedenken, nou, dat de hond is opgericht. En zo blijven we aan de gang. En dat is ook goed, want het is het allerbelangrijkste dat we met dit onderwerp ook aan de gang blijven. Ik weet niet wie over de agenda voor nu gaat, maar er moet een moment komen dat we dit gaan onthullen. Ja, maar eerst zal meneer Grishaven okay. Even... Dan wil ik graag meneer Grishaven het woord geven. En u allen langs deze weg heel hartelijk bedanken voor het feit dat u aanwezig bent. Dat zijn vreselijk ingewikkelde, spannende, complexe tijden in de wereld. De heer Van Door had het er net al over. We kunnen dat elke dag weer volgen in de krant, in het nieuws. Maar het is ook zo belangrijk dat we hier nu ook met elkaar staan. En een beetje aandacht hebben voor elkaar en aandacht hebben voor de geschiedenis. Om te zorgen dat die geschiedenis zich hier op dit prachtige eiland niet gaat herhalen in die mate. Meneer Grishaven, ik mag u het woord geven. Dus ik een tijdje geleden ben ik gevraagd om een korte toespraak te houden bij deze gelegenheid. Bij de onthulling van het ontroerende pakketten van Max. De achtergebleven trouw op van de familie Levi. De familie Levi die hier woonde, tot de nazi's besloten dat ze niet meer mochten bestaan. Vader Salomon, moeder Mina, kinderen Charles en Ellie en hun tante Adriaan. Vijf gewone mensen. Met gewone levens, gewone wensen, gewone dromen, gewone zorgen. Burgers van Nederland, mensen als u en ik. Maar zij, Salomon, Mina, Charles, Ellie en Adriana, zij mochten er niet zijn. Zij mochten er niet zijn om wie ze waren. Ze mochten er niet meer zijn omdat ze Joden waren. Dames en heren, ik word als voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité regelmatig gevraagd om met dit soort gelegenheden te spreken. Die toespraken komen vaak een beetje op hetzelfde neer. Ik werd meestal over toen, over hoe erg en over dit nooit meer. 25 jaar strijd ik al met mijn strijdsmakkers in het Auschwitz-comité voortdurend tegen het kwaad. En even aan het einde van zijn toespraak mijn waarschuwende vinger op. Ik waarschuw, zeg met nadruk, dat we waakzaam moeten zijn. Ik wijs op de gevaren van het antisemitisme, van discriminatie, van racisme en uitsluiting. En als ik het dan goed doe, dan zie ik instemmend geknik. En afloop krijg ik een schouderkopje en mijn complimenten. Goed gedaan, Sjaak. Goed gesproken, zeg maar dan. Dat vind ik dan ook. En ik keer vervolgens naar een hapje en een drankje, huiswaarts met een best tevreden gevoel. Thuis vertel ik mijn vrouw, als ze er niet al bij was, zoals vandaag, over hoe het is gegaan. Ze is alweer trots op me. We hebben de wereld weer een stukje beter gemaakt, zegt ze. Op naar de volgende toespraak. En nu sta ik hier en ik spreek u toe. De nagedachtenis van een gewoon gezin uit Spijkenisse dat dus vermoord is om wie ze waren. Ik had mijn toespraak voor vandaag
een tijdje terug wat zo goed als klaar. Dit nooit meer, zou ik gaan zeggen. Dat vat in weer wat andere bewoordingen dan de toespraak hiervoor. Ik zou opnieuw waarschuwen en verontwaardigd zijn over het opkomend antisemitisme, het racisme, de discriminatie. En samen, u en ik, samen zouden we tevreden zijn. Goed gesproken, zou u zeggen. Maar toen kwam 7 oktober. Een pogrom. En hier in Nederland. Joodse scholen sluiten. Bijeenkomsten worden afgelast. En in onze Tweede Kamer klinkt antisemitisme schokkend. Mijn woorden zijn op. Loos. Leeg. En ik heb op dit moment eigenlijk geen idee hoe het verder moet. Dank u.